Eerder in House of Talent. Er hangt liefde in de lucht. Waarom zit een beetje Ruby te fixen? Hij vindt haar echt leuk, denk ik. Hoezo? Dat voel ik. Waar is Bram? Iets met Ruby. Ik had dat ook wel verwacht. Ah, kom op, dat straalt er echt helemaal vanaf. Came in for love. Er bloeit wat op. Wie vinden jullie mooist van het huis? Zegt Bram. Ja, Ruby. Ik vind het alleen maar leuk als je overal mijn naam hebt. Ja, leuk toch? Er zijn wat rupsjes geboren. Er moeten nog vlindertjes worden. En Samir onderbreekt een jam-sessie. Quinn, kan je heel even komen, 5 minuutjes? Irritant, joh. Dan wacht je toch even tot we klaar zijn. Ja, wat is hij nu aan het doen dan? Ja, bullshit. Waarom denk je dat ze verstopt op zijn kamer? Ik word er nu roddelen weer over mij. We moeten allemaal achter zijn reet aanrennen. Ja, doei. Want je bij mij, alleen bij mij, wij nog samen waren. Wat praat ze allemaal over mij dan? Nee, ze praat niet over jou. Ze vond gewoon, ze was bezig met dat ding met Quincy of zo. Met een podium en zo. Vandaag, heel de dag. Dat is wat ik oppakte. Ja, ze zei van, dat er vandaag al heel veel aandacht aan jou hadden gegeven en zo. En dat, true. Dat ze, hoe heet het? Met Quincy wat wilde opnemen, dat ze al 2 keer werd gestoord en dat vond ze gewoon irritant. Oké. Ik word gek in dit huis. Ik was een beetje boos op je net, maar nou niet meer hoor. Ik zat op dat moment toe, hè. Iets dat ik gewoon echt moest praten. Ik raak helemaal in stress. Maar waar heb je dan stress ook, over die money chart? Ja, ik sta laatst. Hoe weet je dat? Nou, dat is gewoon best logisch. Nee, want Trevor heeft ook niks. Dus al die mensen die betwijfelden, zullen zien wat ik kan, wat ik bereiken zal. Ben blessed, fuck stress, ik heb een rijke schat. Aan woorden waarmee ik je strijken kan. Maar je hebt in ieder geval aanvragen, Trevor heeft nog helemaal geen aanvragen. Jawel. Nee, maar ik wil gewoon sowieso nooit laatste staan. Ja, maar denk van mij, als ik laatste sta, lig ik eruit. 100%. Zo. Dat is toch logisch? Ik ben echt het minst geliefd van iedereen. Fine light in a beautiful sea, I chose to be happy. We're like diamonds in the sky. Kom je hier zitten? Nou, ik nee, ik wil dus een studio in. Ruby zit er nu. Ah, je hebt daar Ruby bij. Hoezo dat? Vertel eens even. Ja, vertel het nou tussen jou en Ruby. Helemaal stralen. Kijk, waarom die vraag? Waarom die vraag? Nou, je huppelt de hele dag zo achteraan. Is dat zo? AB. Valt er al mee. Als ze vragen zelfs zijn. Als ze vrijgezel zou zijn, dan had ik het wel vrijgezellig met haar gehad. Maar ze is niet vrijgezel, dus daar heb ik respect voor. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. You make my heart skip a beat. Je social media bijhouden, boodschappenlijstjes maken, een afspraak inplannen met een producer of in het geval van Jorieke een setlist maken. De artiesten maken veel gebruik van de computers in het huis om al die administratie onder controle te houden. Maar tijd is kostbaar en de dag is zo weer voorbij, dus soms moet je een beetje vechten voor je plek achter een scherm. Mag ik jou even iets opzoeken? Ja hoor. I mean, daarna weer teruggeven, want iedereen vliegt hier achter. WMA. Ben je er lang mee bezig, Joel? Want ik moet echt mijn setlist opsturen. Nee, ik ben zo klaar. I'll find my way. I'll find my way. Zo? Oh nee, Travis. Ik zit de hele tijd op Julia te wachten. Ik zit de hele tijd op haar hier te wachten. Ik denk, nou, ik ga de keuken opruimen. Oh, ja. Oh. Dan had ze toch even kunnen zeggen dat ze klaar is. Nee, ik kan... Jorieke? Ja? Ik zou gewoon naar haar toe gaan. Yo man, Jules, dat vind ik niet chill van je, man. Nee, maar luister, je wilt daar achter, je stuurt mij daar weg en dan wil je hier achter. Nee, jij stuurt mij daar achter weg. Ja, Nee, hoef je niet zo verwaard te doen. Nee, dat doe jij nou. Ik laat jou toch netjes achter de computer. Ja, en ik ga toch weg omdat jij 3 keer vraagt, ik moet er nu achter, ik moet er nu achter. Dan had je toch hem kunnen zeggen. Nou, in plaats van zo weg te gaan, dan weet je toch dat er anderen achter gaan zitten. Ja, doei. Zo, arrogant. Ja, nee, ga zelf, je bent zelf arrogant. Zou ik misschien daar achter mogen, want bij Jules is er geen woord tussen te krijgen. Wil je hierop? Wat is er dan, lieverd? Lekker slachtofferrol aannemen. Nou, als je even wil praten, dan moet je het zeggen, hè? Dan ben ik natuurlijk weer de boeman. Want god, wat is ze zielig.
Wat was er gebeurd, Jor? Ik was hier bezig om een setlist te maken. Mm-hmm. En nou ja, dan moet zij in één keer nummers voor het piano. Dus ik zeg, nou ja, weet je, doe hem snel, dan ga ik hier verder. Ja, je doet me even rustig aan, want ik moet even die nummers opschrijven. Ik denk, wat de f***, weet je wel. Mm-hmm. En is ze zo weggelopen en claimt ze nou die sleutel van de social media doen en gaat ze heel verwaand doen. Ja, maar weet je, maakt niet uit. Ja, ik snap het. Maar ik hou daar niet zo van. Dus geef even je eerlijke mening hierover. Ik vraag aan Jorrike, mag ik even akkoorden opschrijven voor die liedjes? Zegt ze, ja, is goed. Nou, daarna vraagt ze de hele tijd, ben je klaar, ben je klaar, ben je klaar? Nou, dus ik het snel doorschrijf, ga ik weg. Komt ze ook naar beneden voor de sleutel. Ik zeg, ja, net wil je op die computer, nou wil je weer op deze. Ik zo, nou ga ik hoor. Toen was ze weer helemaal boos, toen was ik weer verwaand, bla 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 bla. Geen idee. Nou, ik weet de situatie ook niet, dus. Nou, dat is de situatie. Dat is toch vaag? Ja. Over een paar dagen is het eindelijk zover. Dan openen de deuren van het theater de allereerste keer voor het publiek. Alle artiesten gaan anderhalf uur knallen op het podium, waar ze het eerste live-event zullen verzorgen. Ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor een goede performance, maar moeten ook zelf zorgen dat het concert van voor naar achter staat. Van licht, geluid, tot aan de kaartverkoop en natuurlijk winst maken. We moeten er echt heel hard aan trekken. We hebben op dit moment 165 kaarten verkocht. Dat is echt heel weinig. Het gaat wel toenemen komende week, maar in deze snelheid gaan we naar de 250 kaarten, max. En dat is niet genoeg. We staan nu echt op een punt dat we denken, ja, we gaan echt zwaar de min in draaien. Dus we moeten echt, er moet wat gebeuren. Ik zie wel dat jullie allemaal op Instagram te promoten. Maar ik heb het gevoel dat jullie de essentie van het groepsconcert zelf niet zo zien. Het is namelijk dé manier voor jullie om aan iedereen te laten zien wat jullie kunnen. Maar ik voel niet dat jullie dat ook zo voelen. Wij moeten namelijk iedere keer vragen, jongens, besteed nog even aandacht aan het groepsconcert. Zeg er nog even wat over. Er komen mediamensen, Shownieuws komt ook. Dus echt, daar zijn jullie eerst echt optreden aan doen. Jullie deden het optreden in theater voor ons tweeën. Maar nou doen jullie dus voor 200, 300, 300, misschien wel 400 mensen. Maar mensen die ertoe doen. We hebben het helemaal niet meer gehad over de financiën. Het lijkt een beetje alsof jullie denken van, nou ja, het komt wel goed vrijdag. Terwijl eigenlijk, weet je, het komt niet zomaar goed. Als het één grote flop is, dan kunnen we dat theater wel sluiten. En ik denk ook dat als we echt zwaar in de min draaien, dat we ook nog een gesprek gaan hebben hoe we dat qua kosten gaan delen. Want we gaan er niet van uit. Weet je, we hopen echt nog wel dat we deze week die 200 kaarten gaan verkopen. Daar gaan we ook alles voor doen. Maar als het niet zo is en we zitten met een vette min, dan hebben we nog een gesprek met elkaar wat dat voor iedereen betekent. We zijn gewoon aan het budgetteren nu en denken dat het lastig wordt. Want niemand wil verlies leiden op de show. We hebben een bepaald break-even point, zoveel kaartjes moeten we halen. Als jullie zeggen we gaan er als een debiel aan trekken komende week, of komende dagen bedoel ik, elke dag posten, dingetjes van jullie repetities, ja. Weet je wel. Weet je, tease de mensen met het concert, weet je wel. Heel bot gezegd, als een show moeilijk verkoopt, moet je er gewoon je schouders eronder zetten. Oké, jongens, nou, let's work. Let's go. Hallo lieve mensen, wij zijn op dit moment hard aan het repeteren in House of Talent. Kijk, er zijn flyer, kunnen we allemaal die flyer posten? Misschien moeten we dat vandaag gewoon even fixen. Groepsconcert hier in het huis, snel wees erbij, hou je kaartje in mijn bio. Dus mocht je nog geen kaart hebben, ik ga het linkje hierbij zetten. En haal zo snel, zie ik jullie vrijdag in House of Talent. De artiesten zijn nooit zeker van hun plek in House of Talent. Elke 6 weken moet er namelijk een talent vertrekken. Wie dat is, bepalen de artiesten zelf met een optelsom van hun individuele prestaties. Er wordt namelijk gekeken naar de hoeveelheid geld die ze de afgelopen weken hebben verdiend met optredens en de inkomsten van hun single. En naar de hoeveelheid aandacht die ze zelf hebben gescoord met hun posts op social media. Al die info is verwerkt in 2 verschillende charts. De Money Chart en de Social Media Chart. De artiest die in 1 van die 2 charts onderaan staat, wordt genomineerd voor eliminatie. Vandaag horen ze hoe het er inmiddels voor staat. De voorlopige tussenstand van deze 2 alles bepalende hitlijsten. Artiesten van House of Talent. Het is weer tijd om de voorlopige tussenstand aan jullie bekend te maken. Wie zouden er genomineerd zijn voor eliminatie als we nu de balans zouden opmaken? We beginnen met de social media chart. De persoon die helemaal onderaan staat is... Julia. Je hebt minst impact weten te maken op social media. Op dit moment gaat de grootste verzameling van de likes, subscribers en followers naar... Ruby. Meen je dat? Gek. Wow. Dit is de voorlopige uitslag van de money chart. We beginnen met de persoon die tot nu toe het minst geld heeft weten binnen te brengen. Helemaal onderaan geëindigd. En op dit moment... dus genomineerd voor eliminatie. Samir. Ja, en
Momenteel is de onbetwiste grootverdiener van House of Talent... Bram! Sterk, ouwe! Wat? Dit? Oh, maar dan heb je echt veel geld verdiend in de RP. Zo jammer. En dat betekent dat met deze voorlopige tussenstand... Samir en Julia zijn genomineerd. Ja. Even kots, jongens. Zullen we even... Ja. Tussenstand, maar ik zag dat je even aangenaam was. Ja, het is gewoon kut. Is het ook. Maar ik bedoel, het is iets wat je zelf in de hand hebt. En we moeten gewoon echt knallen op die boekingen. Maar we moeten ook nadenken over of we, weet je wel, op een andere manier geld kunnen verdienen voor jou. Dus ik zeg niet dat je een bijbaantje moet doen, maar ik zeg wel van als jij coole dingen maakt of schrijft, je doet er niks mee, dat we kunnen kijken of we er iets mee kunnen. Hey, het is tussenstand, hè? En die anderen waren retenfanatiek. Ja. Weet je wel, met al die vragen en antwoorden en roep dit en roep dat. Ja. En dan was je toch wat passiever in. Maar ja, je weet het, hè? Je bent er ook zelf verantwoordelijk voor. Hè? De bekendmaking van de tussenstand van de social media chart en de money chart heeft behoorlijke impact gemaakt. De artiesten realiseren zich dat het niet voor eeuwig bij een tussenstand blijft. Julia moet zorgen dat ze op social media gaat scoren en Samir moet meer verdienen. Anders zijn zij straks genomineerd voor eliminatie. Lekker bro. Komt goed hè bro, gewoon boeken. Ja, komt goed, komt goed. Ik heb meer fans dan Julia nu. Dus als ze moeten kiezen, dan is ik wel safe. Hieltje zit er ook erg mee hoor. En ze vindt social media ook echt verschrikkelijk om te doen. Ja, maar het hoort er wel bij. Het hoort erbij. En omdat ze nu dus onderaan staat, dan moet ze dus extra gas aan geven. Wat het voor haar natuurlijk veel meer druk geeft. Oh, ze vindt het zielig, Hieltje. Dus zij gaat echt een vervelende week hebben nu. Gaat goed? Ja. Je kijkt me niet aan als je dat zegt. Ik wil gewoon meer geboekt worden, zeg maar. Gewoon betaald krijgen, zeg maar. En gewoon geld verdienen, want daar gaat het om. En als het zeg maar, op deze manier zou blijven doorgaan, ga ik het niet halen. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Daar hebben we gewoon ook goede tracks voor nodig. En weet dat er wel aan de achterkant heel hard gewerkt wordt om jou weg te zetten. Ja. Maar het gaat nog niet vanzelf. Als je social media onderaan staat, dan lig je eruit. 100%. Geloof mij maar. Je bedoelt voor stemmen? Mm-hmm. Ik moet gewoon iets verzinnen dat dat Instagram gaat lopen. Aanstaande zaterdag is wel een betaalde boeking, hè? Ja. Ja, dat vind ik wel vet. Dan sta ik alsnog laatste. Ja, dat weet ik niet. Ja, dat blijft dan misschien zo. Ja. Ja, maar goed. Je moet wel op je social media iets gaan bedenken van... als mensen mijn page zien, wat kunnen ze ongeveer verwachten? Ja, naar mijn mening weet ik niet of dat altijd alleen maar foto's zijn. Wat dan nog meer? Laat zien dat je vet goed piano kan spelen. Op Instagram? Tuurlijk. Gebruik je talent. Gebruik wat jij kan. Alles heeft ermee te maken, weet je. Beeldvorming, muziek. Het is het hele plaatje, weet je, wat continu in overweging wordt genomen. Ik moet gewoon mijn geld pakken van de boeking en gewoon heel veel, gewoon heel goed mijn best doen en laten zien op een boeking wat ik waar ben. En dan gaat het helemaal goed komen. Dus, ja. Ga je dan weer lachen? Ja, nu ga ik weer lachen. Ik heb echt dik stress over die tussenstand. Oh, Jorieke is ook niet heel veel volgers mogen gaan, hoor. You've given me a million reasons to let you go. You've given me a million reasons to quit the show. Jorieke die zat op 600 en die heeft er nu 3700. Straks krijg je nog Jorieke en ik tegen elkaar. Moet ik dat weer goed gaan maken? Vandaar straks? Ja. Iedereen denkt ook wel dat Jorieke zo zielig is, maar zo zielig is ze niet hoor. Ik ga er straks wel weer heen. Maar ik vind echt dat ik in deze situatie had ik echt gewoon gelijk. Als jij de ene computer claimt, dan kan je niet ook nog de andere ook claimen. Maybe I just need one good one to stay. In House of Talent vallen sommige artiesten meer op dan anderen. Logisch, want je kan niet met alle acht tegelijkertijd op de voorgrond treden. Trevor lijkt in aanmerking te komen voor de categorie zwijgzaam, maar komt toch steeds meer los. 3, 2, 1, go! Ik vind Trevor steeds, niet dat ik op een val zou, maar ik vind hem wel een steeds interessanter persoon worden ofzo. Toen dacht ik, ja, ik heb niet echt iets met jou. Een paar van die kastjes die dicht zitten en die gaan, ja. Af en toe gaat er een kastje open en denk je, oh, verrassing. Ja, nou, hij is zo'n kerstkalender. Ja. Die ik in een hokje opentrek met de chocolaatje erin. Kerstkalender. Maar wat vind je belangrijk dan, dat je grappig bent of zo'n Trevor bent? Dat vind ik ook. Ja, ik vind ook niet te druk zijn als vriend zijn, maar wel dat je soms even los kan gaan, weet je wel. Dat je even, een humor vind ik belangrijk en... Het is ook wel belangrijk dat je een beetje op dezelfde lijn zit qua levensstijl. En als je moest kiezen, Bram, Trevor of Quincy? Waarom zou ik moeten kiezen? Als je moest kiezen. Ik ben gewoon echt benieuwd. Ik weet het niet. Nou, val ik altijd wel op jongens die blank of half iets zijn, weet je wel. Dus antwoord op mijn vraag is? Nou, dat is sowieso Bram. Oh, Bram. Oké. Wat lief.
Vind je dat lief? Ja, ik vind dat leuk. Nou ja, je komt wel het meest in de buurt bij mijn type man, ja. Trevor heeft zijn liefde voor Delani nooit onder stoelen of banken gestoken, maar het lijkt voornamelijk eenrichtingsverkeer. Delani lijkt niet echt onder de indruk van hem. Of zit er toch nog wat in het vat? Quincy gaat op onderzoek uit. Dus Delantje, hoe is het met de boys? Waarom vraag je dat? Ik heb serieus geen juicy stories. Nee, ook niet. Net? Hou op hoor. Goed bezig, jongen. Ideale schoonzoon jij. Tell me. Heeft het ook best. Oh, dus er was wel een kans dan? Nee. Wat dan? Omdat je zei, ga je dan op? Oh mijn god, ben jij erg? Het is grappig om over iemand te praten die naast je staat. Ik vind het echt alsof ik dit niet hoor. Hey Samir. Yo. Neem je alleen op de wereld? Huh? Ging je voor je eentje avondeten maken? Ik ga een pizza gewoon erin gooien, omdat ik honger heb. Iedereen heeft honger. Waar maak je nou een probleem over? Waar de f*** gaat het over? Ik gooi een pizza in de oven, wat de f***? Omdat het avondeten tijd is. Moet ik koken voor jullie? Dan ga je dood, man, als ik kook. Dat wil je toch niet? Nee, maar je kan toch je vragen... Je weet niet hoe ik koken. Je kan toch vragen wie gaat... Nou, doe niet zo ja, gek. Ja, maar kom op. Ik heb gewoon een pizza hier gemaakt. Dan mogen jullie toch ook gewoon voor me eten? Nee, ik heb één stukje. Nee, joh, gek. Als je die in achter gaat... Ja, dit gaat net. Als je die in achter gaat snijden, dan kan niemand ervan eten. Moet je ook een stukje? Hey, proost, broer. Iedereen heeft honger. We zitten allemaal met elkaar van, oké, wie gaat koken, wie gaat eten? Ja, nou, er is niet gekookt. Ik ga niet eens klagen van, jongens, waarom is er niet gekookt? Ik denk, nou, dan maak ik zelf van wat. Kan toch zeggen, hey, wat staat op het rooster? Wie gaat dat ik doen? Ik heb bijna niks gegeten vandaag. Ik heb ook echt honger. Veel mijn hoofd zit echt helemaal vol. Ik hou van iedereen hier, ik meen het serieus. En ik zal nooit ruzie maken om dingen. Ik wilde alleen gewoon weten waarom je even ego deed. Maar je voelt je ook gewoon k***t. Laat het los! Als je alles ook blijft stapelen in je hoofd, dan wordt het veel. Als je iedere keer... Oké, je hebt ermee gedeeld, je laat het los, dan is die weer leeg. Maar als je steeds blijft stapelen, ja, dan gaat je hoofd helemaal vol zitten. Ga iets doen. Ga in ieder geval niet hier zitten en alleen maar erover treuren. Ruby wordt heel mannelijk en ik word net een vrouw. Het lipstick komt. Zo, mag het dan ook wel eens gaan bleken, hoor. Die van mij zijn net zo wit als de Mount Everest. Die is groen, want er groeien allemaal planten op. Maar er ligt ook hele mooie sneeuw op. Soms plassen dieren in de sneeuw, dan is de sneeuw geel. Maar zitten er dan ook dieren bovenop de Mount Everest? Ja! Kleine konijntjes, kleine geitjes, kleine en... rubies. Nou, dat straalt er toch wel vanaf, hoor. Ja, ik kan dat bij hem niet zien, maar hij is voor mij echt mijn broertje gewoon. Niemand anders die weet hoe het is om hier opgesloten te zijn. Als ik haar ook aankijk, dan is het natuurlijk echt helemaal zo. Ja, maar jullie kennen hem net 3 weken. Ik heb met die jongen zoveel meegemaakt. Oh. En een hele mooie dame naast mij. Ruby, het enige probleem is, ze heeft hele gele tanden. Oh my god. En dan zeg ik, Ruby, je bent al mooi, van binnenuit. Hij hey, Ram is de slimste van ons allemaal. Ja. Het is echt zo. Ja, hij pakt het dan donder slim aan. Maar die twee... Ik zeg het heel eerlijk, ik val oprecht zijn. Ja, het was een leuk stijl geweest. Ruby. Ik hou van jou. Yeah. Samir staat momenteel onderaan in de money chart. Zorg er dus, want als hij niet snel van die plek afkomt, dan dreigt nominatie en misschien wel eliminatie. Maar hij is hoopvol, want hij is overtuigd dat hij voldoende fans heeft om hem er doorheen te slaan. Ik vind het zo leuk om mensen te blijven. Ik hoor jou alleen maar zeggen fans. En ik denk, we zitten drie weken in het programma, je hebt geen fans. Als jij er over 3 weken uit ligt, is er nooit meer een hand naar jouw kraan.
Dat klinkt heel bot wat ik nu zeg. Misschien is dat zo. Denk niet dat je er al bent. Want dat zeg ik wij twee niet. Hebben het echt meegemaakt. Er is helemaal niks in aan. Mooi. Tenzij jij wel zo fantastisch veel geluk hebt. Weet ik, dat besef ik. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen fans heb. Nee, ja, jij bent het vandaag en morgen is het iets anders. Dat kan. En als jij wel echt iemand ophoudt, dus op wanneer jij teleurgesteld bent. Dat is het. The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Jij moet niet zo, je moet laten verpesten. Dat doe jij vaak. Ja, maar dat is niet goed. Gewoon. Ja, maar dat is niet goed voor je. Nee. Want nu, Jules, zo lang weg is, zit er nog steeds mee. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep a hold. I'll leave the light on. Zie je gewoon dat hij een super lief jongetje is. Ik denk ook dat hij misschien net te hard van start is gegaan. Hij laat alles ervan afhangen. Alles is dat. En wanneer er dan één ding iets komt waarvan wij dan zouden denken van... Oh, f***. Ja. Stel je voor dat hij er wel uit ligt, zeg maar. Maar het maakt niet uit of het volgende week is of daarvoor. Dan... Het gaat zoveel pijn doen. Maar het is wel iets, het is wel een probleem die hij met zichzelf heeft. Dat hij zo'n act van. I will leave the light on. Maandag. Grote problemen in House of Talent. Is er wc-papier, mensen? Wie is dat vergeten dan? Wacht even, ga jij nou tegen mij beginnen? Ik vind het zwaar ondankbaar. Jij beleeft dat jij de enige bent die alles doet. Dat is bullshit. Nee, wat ben jij voor echt een zielig mannetje? Watch me go.